Het is al gezegd, we doen een prijsvraag vandaag. U kunt een prijs winnen door onze vraag goed te beantwoorden. We hebben al 3 vragen laten zien. Die gaan we nog eens laten zien, plus de 4e en laatste vraag. Hoeveel Ariane-raketten zijn er tot nu toe gelanceerd door de Europese ruimtevaartorganisatie ESA? Hoeveel Ariane-raketten zijn er tot nu toe gelanceerd? Is de eerste vraag van de prijsvraag. Vraag 2. Hoeveel trappen heeft een Ariane-raket? Als u geluisterd heeft, heeft u het kunnen horen. Hoeveel trappen heeft een Ariane-raket? Wat is het totale gewicht van de Ariane-raket bij de lancering? Dat is onze 3e vraag in de prijsvraag. Wat is het totale gewicht van de Ariane-raket bij de lancering? En de laatste vraag, wat is de levensduur van de Astra 1D? Als u het antwoord weet op deze vraag en de andere 3 vragen die we u gesteld hebben, dan kunt u ons bellen op 06-300-444. 06-300-444. We hebben een winnaar van de prijsvraag. We hebben een man gevonden, we hebben een man aan de lijn zelfs, die een antwoord wist op al onze 4 vragen. En dat is meneer Hagemans uit Maastricht. Bent u daar? Nou, het is niet meneer, maar mevrouw Hagemans. Nou, dat mag ook. Dat vind ik eigenlijk wel bijzonder, want dat betekent dat u een hoop weet van satellieten en alles wat daaromheen hangt. Heeft het uw speciale belangstelling? Nou, ik vind het ontzettend interessant wel, maar het is niet zo dat ik er echt kundig ben op dat gebied, dat is niet. Maar ik vond het zeer interessant om te horen dat het vandaag allemaal live te zien was. En dat wilde ik absoluut niet missen, nee. Nou, dat vinden we heel leuk. En ik neem aan dat u deze avond, of deze nacht moet ik zeggen, ook vindt dat hij een goede afloop heeft. Want u heeft een prachtige breedbeeldtelevisie gewonnen. Ja. Hartelijk gefeliciteerd daarmee. Dank u wel. En wilt u ons vertellen wat de antwoorden op de vragen zijn? Ja. Hoeveel Ariane-raketten zijn er tot nu toe gelanceerd? Even kijken. Ik neem even mijn notitie erbij als ik het goed vind. Even kijken. Het zijn er 68. Ja, met die van vanavond erbij 69. Dat is helemaal goed. Ja. En hoeveel trappen heeft een Ariane-raket? 3, dat is ook helemaal goed. Wat is het totale gewicht van de Ariane-raket bij de lancering? Dat lijkt me een hele moeilijke. Ja, dat is 323.584 kilogram. Ja, er wordt geknikt in de studio door de deskundigen. Nou. Ik moet u eerlijk zeggen, ik wist het niet. Ik heb een heel pakket papier waar het misschien wel in staat. Hoe wist u dat? Nou, ik heb heel heftig met pen en papier zitten te schrijven en elk getal en wat dan ook maar op werd genoemd, heb ik hele mooie zitten opschrijven. Dus toen die vraag werd gesteld, ik denk, goh, je hebt hier nu zoveel kilogrammen op staan. Het kan maar eentje zijn. En dat is hier dat hoge getal wat je hebt opgeschreven. Dus vandaar. Geweldig. Ja. Heel knap. Wat is de levensduur van de Astra 1D? Dat is 13 jaar, misschien nou, dat het 14 jaar. U bent op alle punten geslaagd. Ik had nooit gedacht dat ik nog eens via de televisie een examen zou afnemen aan iemand. Mag ik vragen wat u doet voor de kost? Ik ben receptioniste. Receptioniste? Ja. Bij een bedrijf dat te maken heeft met dit soort dingen? Nee, absoluut niet. Dat is op het horecavlak, dus totaal iets anders. Goed. Nou, mevrouw Hagemans, ik wens u heel veel plezier met uw breedbeeldtelevisie daar in Maastricht. Dank u wel. En hoe dat ding bij u komt, dat zullen we netjes regelen bij RTL 4. Bedankt voor het kijken in ieder geval en bedankt voor het meedoen met de prijsvraag. U ook, heel bedankt.